Komt er weer. Na het witte gebouw met de ronde hoekgevel begint het scheepvaartkwartier met in het midden de veerhaven. De veerhaven ontlevert een zwaardoever van de Hellenaars. To your right, immediately after the white building with the rounded corner facade, is where the scheepvaartkwartier starts. In Lans komt de zwaardoever de Hellenaars. Directement après le bâtiment blanc, avec la façade ronde, se trouve le quartier de la navigation, avec au milieu le Carafen. Le Carafen emprunte son nom au service de ferry en direction de Gatelbrecht, qui était déjà utilisé au XVe siècle. Jusqu'à la mise en service du Wilhelmsbrug en 1878, c'était la seule liaison entre la rive nord et la rive sud de la Nouvelle. De Euromast. Dit gebouw werd gebouwd als extra attractie tijdens de Floride Haven van dat jaar. Gin City, the most famous brand being Kettle One. Rechts von Ihnen nähern wir uns nun Schiedam. Die Silhouette dieser Stadt ist älter als Rotterdam und wird von der 42 Meter hohen Mühle de Nollet beschrieben. Stridau. Stridau est célèbre pour ses moulins et ses genièvres, et la marque la plus connue est Kettle 1. Langs de boulevard ziet u het witte bord met 1007. Het rode gebouw aan de rechterhand staat op het voormalig terrein van de Rotterdamse Droogdokmaatschappij. Een van de grootste scheepswerven van Nederland. Hij heeft bestaan tussen 1902 en 1903. One of the largest shipyards in the Netherlands that operated between 1902 and 1996. The steamship Rotterdam, which we will sail past in a minute, was also built here. This area is now undergoing phased redevelopment. Thank you.
La dernière phase s'est terminée en 1930. Et avec sa superficie de 310 hectares, il s'agit du bassin creusé le plus important du monde. Par lequel les skippers peuvent prendre contact avec le service de navigation du port. Rechts van u passeren wij het oude kantoor van Radio Holland. Het in 1916 opgericht bedrijf zorgde voor installatie, onderhoud en bediening van scheepsradio's en de opleiding van toen nog marconisten voor Nederlandse en buitenlandse schepen. To your right, we are passing the former offices of Radio Holland. This business, founded in 1916, installed, repaired and serviced ship radio. Dat is 1916 gegründet door de installateur de Radio Holland. L'entreprise, créée en 1916, se chargeait de l'installation, de l'entretien et de la commande des radios de bord, ainsi que la formation des radios pour les bateaux néerlandais et étrangers. Ik ben ook wel. Ja, maar dat kan toch.
statiegebouwen van de Maastunnel. Dit was de eerste verkeerstunnel in Nederland en heeft nu de status van Rijksmonument. De beide ventilatiegebouwen hebben een hoogte van 60 meter, 34 meter bovengronds en 26 meter ondergronds. In het koperen koepeldak, bijvoorbeeld in de Maatshaven varen, dat de niet komen. En dan sta je dan, mag ik niet komen. Je kunt er gewoon niet midden. Schepel er in het midden. Nee, kijk. Dat is... Hij is aanvaard. Ja, dat is aanvaard. Ja, mijn neven, ja, dat is waar. Maar nee, maar dan voor het vlooitje is weg. Die hele... Verder mag je niet komen. En die huizen leggen aan de Kaapskant. Want die heb ik gewoon hier. Hier. Fuck me. Wat is dat? Ik vind het zo zonde. Ik ging daar altijd zwemmen met mijn hond. Ik kan me dat niet herinneren.
kijk even nou. Is er iemand die wil roeien? We hebben nou lekker band. Kijk, ik heb het ook niet.